Volgens mij ben ik online. Gaan we even kijken. Facebook. Yes. Die ook. Zo. Even gecheckt. En inderdaad, ik ben online. Goedenavond allemaal. Dat is een raar tijdstip voor mij. En het is ook niet mijn beste tijdstip, kan ik jullie vertellen. Want meestal ben ik aan het eind van de dag best wel een beetje af. We gaan zoetjes aan richting het einde van de celebration. En daarom heb ik... Hallo Antoinette, hallo Sylvia. We gaan richting einde celebration. En dat is daarom ook dat ik van de week gewoon met allerlei dingen uit de celebration folder ga werken. Als je nog gebruik wil maken van de instapactie, ben er dan snel bij. Want het is nog maar een goede week en dan is de celebration echt om. Dit is de enige celebration dit jaar. Dus maak er gebruik van, zou ik zeggen. Ook vanavond ga ik de laatste letters inblenden van de verjaardagsactie. Je kunt ze allemaal nog terugkijken op YouTube en eventueel op Facebook. Op YouTube zijn ze makkelijker te vinden, kan ik je vertellen. Zal ik gewoon gaan beginnen? Pak de folder nog even bij. Vandaag ga ik werken met papier. Het favorite flower papier. Ik vind hem super mooi, maar eigenlijk ook wel heel erg donker. Maar omdat het vandaag toch wat grijzig en grauwig weer was en ik ook nog eens een keertje naar de tandarts moest, heb ik deze genomen. De favorite flower. Ik heb er niet twee, maar drie kaarten mee gemaakt. Ik zal nog eventjes naar de instapactie. Want ja, jongens, laten we wel wezen. Hij is natuurlijk geweldig, hè? Die mini stansmachine. En je betaalt €160. Je mag voor €230 aan producten uitkiezen. En je krijgt daar ook nog eens een keer die leuke mini stansmachine bij. Het is het overwegen waard. Zeker als je nog geen stansmachine hebt. Ik ga aan de slag. Gewoon, hup, camera draaien en aan de slag. En je ziet hier helemaal niets. Daar gaat verandering in komen, want hier is het eerste projectje. Een mooie kaart. Ik mag wel zeggen, een super mooie kaart. En ook deze kaarten hebben we nodig. Dus veel, veel sterkte. En daar leent deze, dit designpapier zich echt ontzettend mooi voor. Ik heb de envelop ook aangekleed met een randje. Donker papier. Ik heb deze kaart gemaakt op Evening Evergreen. Een witte mat, een schuin gesneden matje van het designpapier en uitgestanste bloemen uit het designpapier. Want je kunt uit één vel van dit designpapier alle bloemen uitstansen met de stansen van de... Hoe heet dat ding? Waar heb ik de stempel gelaten? Oh. De Fragrant Flowers. Fragrant Flowers, weet. De stansen die hierbij horen, daar kun je ook de bloemen mee uitstansen uit designpapier. Ik heb dat hele vel al uitgestanst. Dus ik kan het ook niet meer laten zien. Ik heb hier nog één bloem liggen. En de rest van het papier is gewoon op. We gaan hem gewoon even opbouwen. Want als je een velletje designpapier schuin door midden snijdt, hou je automatisch de andere kant over. Die gaan we gebruiken voor de kaart die ik nu ga maken. Het is een matje van designpapier van... ik moet even diep nadenken. 9,5 bij 13,5. Een mat in basic white van 10 bij 14. Daar komt een uitgestanste bloem op, een tekst en wat lint. En meer hoeft er niet op. Meer is het niet. Super eenvoudig om te maken.
maar wel ook heel mooi om te maken. Een beetje lijm op het matje. En ik moet... Deze komt pas een woensdag online. In mijn blogberichten. Want er komt eerst nog een ander blogbericht online van de video van afgelopen donderdag. Ik heb het iets te druk gehad met allerlei andere dingen. Ook met leuke dingen. Dus ik ben er nog niet aan toegekomen om een blogbericht af te maken. Maar dat komt nog wel. Dat komt wel goed. Dus een stukje lint. Easy peasy. Ook Evening Evergreen. Gewoon omdat ik dit lint mooi vind. Dan heb ik even een tapeje nodig. En die heb ik weggelegd. Dus die moet ik even op gaan zoeken. Zo, die doen we hier. En dan dat lintje, dat doe ik gewoon even vastzetten op dat... Deze laat ik meelopen met lijntje, met die lijn. En even dubbel slaan en ik zorg dat deze hier ergens komt. Dan komt die grote bloem, die uitgestanste bloem, die komt op dimensionals. En nou heb ik op deze kaart er nog een klein bloemetje onder gedaan. Ik vind dat net te veel, dus dat ga ik nu niet doen. Dat kleine bloemetje komt overigens ook uit dat vel papier. Dus ook gewoon uitgestanst. Heel mooi papier. En heel bruikbaar. Zo. Ho. Niet mijn beschermhoesje van mijn prikpen weggooien. Daar ben ik echt zuinig op. Die prikpennen hebben we namelijk niet meer in het assortiment. Dat is toch best een beetje jammer. Zo, deze zetten we hier overheen. Dan klap ik die twee nog even weg, want ik wil hier die tekst hebben. Dankbaar voor de mooie momenten. Dankbaar voor de mooie momenten komt uit... De stempelset echt iets bijzonders. Er staan heel veel mooie bruikbare teksten in. En dus ook sterkte teksten. En nu gebruik ik deze dus even. Die stempel ik gewoon met Memento. Onder op de kaart deze keer. Scheef. Hier komt dus een label overheen, maar niet nu. Als ik ergens niet tegenkom, dan is het tegen scheef. Ik heb dit keer een zwarte basiskaart genomen. Hierop. Zo. Aan de binnenkant komt dan een kaartje met sterkte. Of een tekst met sterkte. Volgens mij is dat deze. Ja, heel veel sterkte. En dan doe ik het kleine bloemetje ook nog een paar keer afstempelen. Je hebt die grote bloem in de stempelset zitten. En dat kleine bloemetje. En die ga ik gewoon nog even een paar keer stempelen in het zwart. Op de mat voor de binnenkant. Het duurde wat langer voor ik online was vandaag. Ik ben ook gewend om overdag te filmen. En dan blijkt toch 's avonds die wifi wel drukker te zijn. Dan duurt het iets langer voordat je camera pakt. Zo. Supermooi afdrukje van die stempel.
echt een Memento Bronkje nodig. En dan gaat heel veel sterkte zet ik hierin. Hoppata, die is wel recht. En dat wordt de binnenkaart. Je kunt weinig schrijven op zwart, dus daar doe ik dan gewoon een witte matting. En vaak stempel ik daar ook nog wel wat bij op. En dit is natuurlijk een heel mooi kaartje. Want je kunt er zowel een zieke heel veel sterkte mee wensen als iemand als een als condoleanskaart gebruiken. Want dat zou je ook kunnen doen. Hier ga ik niet de groene kant, maar de bloemenkant van gebruiken. En ook die gaat op de envelop. Omdat ik het ook wel leuk vind om die enveloppen wat extra's mee te geven. Daar worden ze toch mooier van. En dan knip je hem gewoon langs de klep van de envelop af. Het is momenteel wel weer helemaal met dingen om daar designpapier voor te gebruiken. Maar ja, ik heb op het ogenblik ook meer dan genoeg designpapier. Dus dan moet je het ook ergens voor gebruiken. Want ik vind wel dat je papier hebt om te gebruiken. En het is nog maar even, dan hebben we de celebration weer gehad. En ik zal even de eerste letter van het verjaardagsspel inblenden. En dat is deze en die kruid. Een woord van 14 letters. Ik heb inmiddels al aardig wat goede antwoorden binnen. Helemaal leuk. Superleuke kaarten zitten er ook bij. Echt heel erg leuk. En ja, je kunt blijven insturen tot 4 maart, volgens mij, heb ik gezegd. Ja, tot 4 maart. En dan tijdens de live van 6 maart trekken we een winnaar. Ik vraag gewoon of mijn man eventjes komt helpen. Dankjewel, Antoinette. En dan is het kaartje klaar. Dat is nummer 1. Voor de tweede heb ik ook met designpapier gewerkt. En ik heb het voorbeeldkaartje op het Blackberry Bliss kaartkarton gemaakt. En ik ben vergeten de binnenkant te versieren. Nou, weet ik niet of ik dat nog ga doen, maar dat zou nog wel eens kunnen dat ik dat straks nog even meepak. Ik heb hier gewoon een matje gebruikt en het matje doormidden gesneden. Een tanks erop, een klein bloemetje erop. En voilà, je hebt een kaartje. Super snel en easy. Leuke bedankkaartjes voor als je als klant bedankt je of gewoon als iemand wat voor je gedaan heeft. En echt heel snel klaar. Ik maak hem deze keer in het Calypso Coral. De kaartbasis is 14,5 bij 21. Ik heb hier een matje van 13,5 bij 9,5. En daar snij ik een randje van af van 2,5 centimeter. En dat haalt niet uit aan welke kant je dat doet. Zolang je het maar het lange stuk eruit haalt. Deze draai ik om en die komt hiernaast te zitten. Zo. Dan begin ik met die grote matte plakken. En daarna het kleine strookje. En ik vind het wel leuk om allebei die kanten van het designpapier dan te laten zien. En met zulk papier heb je eigenlijk ook niet veel meer nodig. Hè? Designpapier, wat je op allerlei manieren kunt gebruiken. Een beetje lijm. Een basiskaart en je hebt een kaartje.
ja, uiteraard, een tekst. Dat is ook altijd wel handig als je die erbij kunt zetten. En dan moet ik toch op zoek naar de stansen. Want ik moet zo meteen de tanks nog even stempelen en uitstansen. En toch de opruimer geweest weer. Pak ik zo wel even de mini-stansmachine erbij. Zo. Het voordeel van Tombo is dat je nog even een klein beetje kunt schuiven, zodat je hem goed op zijn plek kunt schuiven. En dan gaan we dat tekstje op een wit strookje kaartkarton zetten, de tank. En ook die, de hello en de thanks, die zitten in dezelfde stempelset, de Fred and Flowers. Zal ik hier gewoon een hello van maken? Is ook wel gezellig eigenlijk. Ja, we maken hier een hello van. En die stempel ik in Calypso Coral. Is toch ook wel gezellig. Mooie grote teksten. Heerlijk, ik hou ervan. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik hou ervan. En dan zou je er nog Friend bij kunnen zetten. Dat doe ik dan gewoon even met zwart, met Memento. Die kun je dan gewoon eventueel zo doorheen stempelen. Hoppata. Hello, Friend. Dan heb je hem gewoon compleet. Die staan ze even uit. Dus even kijken wat stansje heb gelaten. Die heb ik hier. Mooie stansen. Oh, dat kan ik gelijk laten zien. Hier heb ik dus die grote bloem mee uitgestanst waar ik net mee gewerkt heb. En die heb ik gewoon uit het designpapier gehaald. Even kijken waar die dingen zitten. Hier zit die. En dat kleine bloemetje, deze, heb ik met dit stansje gedaan. En uiteraard passen ze ook allebei om de stempels heen als je de stempelafdrukken maakt. Ik ga nu... Ja, wat is het? Gewoon de labelstans gebruiken. Gestikte labelstans, mooie stans. En nu moet ik even mijn tas in, want die zit nog in de tas. Wel dus. Ik heb een zaterdag een workshopdag gehad bij Marga. Bij Marga Bultena van Marga Maakt. Heel gezellig. Lekker aan mijn project 52 fotoboek gewerkt. En het was echt super leuk. Goed verzorgd. Een aanrader. Ik volg bij Marga, doe ik mee aan project 52. En dat is gewoon wekelijks een... ander projectje voor je fotoverwerking, zodat je aan het eind van het jaar gewoon een soort van fotoweekboekje hebt. Dat is heel erg leuk. Het is echt zo gaaf om te doen. En aan het eind van het jaar heb je gewoon een mooi naslagwerk voor het hele jaar. Dat vind ik er extra leuk aan. En volgens mij heeft ze nog wel plek vrij in die workshop. Dus als het jou wat lijkt, zou ik het zeker doen. Zo. Die hebben we. Ik zit nou de reclame te maken voor een ander. Vergeet mezelf. Nee hoor, mensen. Ik vergeet mezelf niet. Ik weet niet of jullie... als er toevallig demo's kijken. En die zitten niet op de NL Demo's site. Samen met Ella Liefting organiseer ik een demodag op 18 maart. En je kunt je nog aanmelden tot en met aankomende zondag. We hebben nog plek. Er zijn nog een paar plaatsjes vrij. Dus je kunt er nog bij. En het gaat echt leuk worden. Die zet ik eventjes vast met wat glueratjes. Want daar ben ik dol op.
Dan wordt hij niet zo heel erg hoog, maar net hoog genoeg. En het plakt lekker makkelijk. Geen gesmeer met lijm. Heerlijk vind ik dat. Echt een drukke dag gehad, want ik had vanmiddag een workshop. Met een aantal dames. Heel gezellig. Maar het is ook wel heel intensief. En dan merk je toch aan het eind van de dag dat het wel een beetje op is. Zo, die gaat hieronder. Twee witte matjes nog nodig, want in die andere kaart had ik ook nog niks gedaan. En die heb ik hier liggen. Twee witte matjes. Dus hier stempelen we nog eventjes wat in. Ik wil deze eigenlijk in het, ik denk dat ik de grote stempel neem in dit geval. En die zit op de stemperatus, omdat die best wel heel erg groot is. Die wil ik eigenlijk onderop hebben. Even kijken hoe die daar komt. Zo. Deze leggen we zo. Dan ga ik hem één keer in het Blackberry Bliss doen. Voor de eerste kaart, voor de voorbeeldkaart. En ik ga hem een keer in het Calypso Coral doen voor de kaart die ik net gemaakt heb. Dat is één. Die mag in deze kaart. En nu ga ik zo meteen iets doen wat ik normaal gesproken nooit doe, maar ik heb mijn chamois. Nee, ik heb hier een nieuwe chamois liggen, die kan ik mooi gebruiken. Ja, ik heb alle chamois in de was zitten, maar ik heb nog een nieuwe liggen. Dus dan maak ik die zo even open en dan ga ik daar even de stempel mee schoonmaken. Oh no, handig. Nou heb ik een smeer, een hele grote smeer. Nou, het zij zo. Het is even niet anders. Dat heb je met die donkere kleuren. Als je dan even niet oplet, dat wordt dus kleuren. Dat wordt uitwerken. Dit is dus echt nog een hele nieuwe. En als het goed is, komen de chamois altijd iets vochtig uit de verpakking. En kun je ze gelijk gebruiken. Daarna is het wel een kwestie van uitspoelen. Als je ze gebruikt hebt, gewoon even uitspoelen. Ze zien er op het laatst niet meer uit, maar het werkt wel. Kijk. Hij is gelijk goed vies. Zo, dat is die. Dan pak ik de andere mat nog even. En die wordt Calypso Coral. Wel recht leggen. Zo. Calypso wil ik die hebben. Volgens mij hebben er een heleboel mensen vakantie inmiddels. Of is het alleen in het zuiden van het land vakantie? De demodag is in Egmond binnen. Zo, dat is voor de tweede kaart. En dan leggen we die weer even weg, want die heb ik straks nog even nodig. Hier baal ik dus echt van, hè? Van dat ik hem zo gesmeerd heb, die vorige. Wat een ander effect als met dat donkere. Of je nou licht of donker. Ik vind dat zo mooi om te zien hoe een verschil in kleuren er iedere keer is. Dezelfde kaart, dezelfde layout en je krijgt een totaal ander kaartje. Echt een heel ander effect. Een beetje jammer van die smeer. Kan ik deze nog uithalen? Nee. Daar zoeken we nog een oplossing voor. En dan hebben we deze. Ik ga er verder geen tekst in stempelen. Ik had hier toch volgens mij ook een envelop. Ja, daar is de envelop.
Nee, dat is hem niet. Ik heb hier een lege envelop. Die hoort bij die. En die hoort bij die. En ik had hier volgens mij toch ook echt een envelop uit. Ja, dat klopt, want hier is de envelop. Die heb ik met bloemen gedaan. Nou, dan gaan we deze ook met bloemen doen, maar dan met oranje bloemen. Oftewel, de Calypso korrelbloemen. Beetje lijm. En dan zou je ook die grote bloem nog op de voorkant kunnen stempelen. Misschien doe ik dat ook nog wel even. Want dat is best wel leuk. Dan heb je hem gewoon, heb je echt heel één geheel. En het is ook wel gezellig voor de postbode. Heeft hij ook wat leuks om naar te kijken. Easy peasy, hup, eromheen. Zo. Ik zei het, hè? Ik ging nog even stempelen. Want zonder stempelen kan ik niet, hoor. Vind ik zo jammer als ik niet kan stempelen. Ik hou ervan. Ik leg hem nu ietsje meer hierheen om toch voldoende ruimte voor het adres over te houden. Ook daar moet je rekening mee houden natuurlijk. En dan hoppata. Achterkant bloemen, voorkant bloemen. Nou, dan krijgt hij toch een supermooi kaartje, dacht ik zo. Dat is toch pure verwennerij. Dat was kaartje nummer 2. En voor kaartje nummer 3 gaan we echt stempelen. Want ja, zoals ik al zei, zonder stempelen kan het niet, hè? Dat gaan we niet doen. Dat is kaartje nummer 3. En die is op de grote designpapierbloem na. En het designpapier op de envelop is die gewoon echt gestempeld. Deze is in het Blackberry Bliss het ja, daar gaan we. Fresh Freesia en wit. Ik heb gestempeld met Blackberry Bliss. Daar is nog een laagje vellum overheen gegaan. En dan hebben we hier nog wat tekstlabeltjes. Gewoon een paar leuke laagjes. We gaan het kaartje gewoon in een ander kleurtje maken deze keer. Calypso korrel. Het wit. En dan hebben we hier twee. Een oranje bloem heb ik voor deze bewaard. En deze moet nog even gerild worden. Gewoon een stukje van 21 bij 14,5. Die rillen we weer op 10,5 centimeter. Dan snij ik nog een matje van Petal Pink. Daar heb ik gelukkig alles heel dichtbij liggen. Ja, ik moet echt een matje snijden. Van 10 bij 14. Een witte mat van 9,5 bij 13,5 en die witte mat, die gaan we bestempelen. Jij bent weer even aan de kant. We pakken de stemperatus weer. Heerlijk dat ding. Ik vind het super fijn als je een hele grote stempel hebt en soms ook met, als je de teksten gewoon goed donker af wil stempelen.
Maar je kunt het nog voor veel en veel meer dingen gebruiken. En dat komt van het jaar vast nog wel een keertje aan bod. Dat is voor de mensen die alles al hebben. Dan vraag je gewoon de stemparaat voor je verjaardag. De mat van net. Ik denk dat ik hem ga blenden, inderdaad. Dat ik hem heel voorzichtig ga blenden. Daar krijgen jullie het resultaat nog wel van te zien. En lukt het niet, dan snij ik de voorkant eraf. En dan maak ik gewoon een mat op een andere kaart. Want ook dan kun je er nog wel wat mee. Die zit een beetje te dicht daarin. Hoppatee, eentje om. Zo is die aan twee kanten gestempeld. Dan is die klaar. Zo. En dan moet ik even kijken waar ik de kaart en zo heb gelaten. Ik vind dat knap van mezelf, want ik maak... Oh, hier liggen ze. Oeps. De kaart, de mat. En deze komt hier over de mat, op de mat. Op die Petal Pink mat. En had ik hier geloof ik op het voorbeeld. Hello. Dus dan wordt het, bij deze wordt het things. De tekst. Hij zit scheef. Die zit niet naar mijn zin. Dat is het voordeel van met vloeibare lijm werken. Dan heb je toch nog even de tijd om het toch goed recht te zetten. Als het niet helemaal recht zit. Ja, dit zit recht. Zo. Die mag op de basiskaart. En de basiskaart is te groot, dus die is geen 14,5. Denk ik. Er mag nog een randje af. Yes. Daar hebben we de snijmachine gelukkig voor. Zo. Die zit. Nou heb je. Ik liet iets vallen net. Even heel voorzichtig. Dat was de kaart. Nou heb je hier drie strookjes heb ik hier gebruikt. Eentje in het onderlaagje, dus het Blackberry Bliss. Vervolgens Fresh Freesia en daarop wit. En dat ga ik bij deze ook doen. Dan hebben we die nodig. Die nodig. En we hebben een strookje wit nodig. En ik vrees dat ik een nieuw strookje wit moet pakken. Misschien zit hier nog wat in van een goede. Oh jawel, daar zit nog wel een goede maat in. Mijn restjesbak. Voor wit heb ik echt een restjesbak. En dit moet een strookje worden van 2 centimeter bij 10,5. 14,5. Dus deze wordt 2 bij 10,5. Daaronder komt hier een strookje van 2,5 van het Petal Pink.
bij 9,5. En dan wordt deze 10,5 bij 3. Zo, dan heb ik ze alle drie. Nou, de voorbeeldkaart stond hello op, dat zei ik al. Oh, en ik heb nog een stukje vellum nodig zometeen. Voordat ik dit erop ga plakken. Ik wil... Thanks. En die komt er in het Calypso Coral op. Of in het Petal Pink. Petal Pink. De lichte kleur. Hou we gewoon dit kleurenschema aan. Die mag. Dan gaan we gokken op het midden. Ja, hoppata. Dan hebben we nog een stukje vellum nodig. En daar moet ik echt een nieuwe voor pakken. Het mooiste. Dat vind ik zo mooi materiaal. En dat wordt een stukje van... Even kijken, die was... Weer die met 10, 9,5 bij 13,5. 8,5 bij 12,5. Zo. Die komt op het midden van de basis. Die zet ik vast met een paar hele kleine stukjes van de stempenciel. Dat zie je bijna niet. Zo, dan vervaagt hij mooi een beetje. Daar komt de bloem nog op. Ja, we ook klaar liggen. De bloem komt op Dimensionals. De rode bloem. Even kijken hoe ik hem doe. Nee, ik vind hem zo mooi. Ja. Zo. En natuurlijk kun je deze bloemen ook gewoon... Want hij zit in de stempelset. Dus je kunt hem ook uit de stempelset halen. Maar ik vond het voor vandaag wel lekker om gewoon echt met heel veel celebration materiaal te werken. Zodat je... Voor degene die nog wat mogen kiezen, die nog gaan bestellen en die voor 60 euro of meer kiezen, dat je gewoon ook weet wat de keuzes zijn. En ik moet zeggen dat deze echt wel heel erg mooi is. En ook het, trouwens het andere DSP uit de Celebration ook. Echt mooi papier. Hi Sandy! Nice! Nice to see you here. Ah. Deze wordt een klein stukje korter. Die plak je op het donkere randje. Netjes de randjes eromheen. En dan komt de tanks er weer helemaal overheen in de volle breedte. En dan doe ik hem in het midden even wat lijm. Aan de beide zijkanten een dimensional. En dan komt hij over de bloem heen. En nou is het natuurlijk ook wel leuk om nog wat bling op die kaart te zetten. Dat heb ik op deze kaart vergeten. Dan gaan we dat op deze wel even doen. Pakken we nog even wat bling bij. Want die hadden we nog niet gebruikt vandaag. Eens even kijken wat we hierin hebben zitten.
Oh, ik gebruik gewoon deze. Ook al is die er niet. Het is eigenlijk een foutje als ik die ga gebruiken. Maar ik vind hem te leuk om te laten liggen. Dit is er eentje uit de najaarscatalogus. Dus gewoon, daar heb ik nog een klein beetje van over. En ik vind dat kleurtje er wel leuk bij. Dus dat gaan we gewoon doen. Je mag ook opmaken wat je hebt, toch? Die doe ik hier. Drie? Drie genoeg? Ja, drie is genoeg. Meer doen we niet. De enveloppen. Nou, voor deze had ik een keurige groene envelop erbij. En dan doen we voor deze toch nog eventjes een. Ik had het papier klaar liggen, toch? Yes, Calypso Coral. Niet deze. Ik had hem erbij. Dat weet ik zeker, want ik heb er net twee in mijn handen gehad. Die is paars. Nou ja, zeg. Hoe dan? Iets te enthousiast van het hozen geweest. Ik ga hem vinden hoor. Ik vind het altijd, dus nu ook. Daar zit hij niet onder. Ja, zie je wel. Ik had er natuurlijk iets bovenop gezet. Nou, deze komt hier. Hoppetoet. Hoppetoet. Iemand vroeg aan mij, is dat een nieuwe uitdrukking van je? Nou, dat komt door mijn schoondochter. Die zegt altijd als ze klaar is met de kinderen, met het een of het ander, hoppetoet. En dat neem je zo makkelijk over. Dat is echt ernstig. Zo. Deze envelop ook klaar. Mooie bijpassende Calypso Coral. Envelopflap. Envelopflap. Wat een mooie naam. En dat was kaartje nummer 3. En dan zijn we er door voor vandaag. Misschien kom ik van de week nog wat terug met een video. Sowieso aankomende zaterdag met de videohop van het Dream Girl team. Het team waar ik lid van ben. En de rest van de week weet ik niet. Want Tony komt morgen logeren. Dus ik weet helemaal nog niet hoe het verder gaat lopen. En woensdagmiddag heb ik teammiddag. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ga jullie allemaal eerst nog even de rest van de kaarten laten zien. Kaartje nummer 3. Dan gaan we even naar kaartje nummer 2. De versmeerde kaart. En dat was kaartje nummer 1. Ze zijn echt heel makkelijk om te maken. Super mooi papier en je krijgt er super mooie kaarten van. Voor jullie allemaal een hele fijne maandagavond en we gaan elkaar snel zien of horen. Tot ziens!